Lisette, wie wint die felbegeerde prijs? Nou, Albert, dat gaan we nu horen. Ja, en de winnaar van Kookboek van het jaar 2016 is Smoky Goodness. Ja! Wie, Lisette, wie? Nou, doe je microfoon erbij. Jort, ja, jij bent dus de winnaar. Ja, Smoky. Jongen, ja, meteen live op tv. Wat vind je ervan? Ja, vind ik echt fantastisch. Ik vond het ontzettend leuk om te maken, maar ik vond het ook ontzettend eng om te maken. Want ik heb er een persoonlijk verhaal van willen maken, waarbij ik mensen uitnodig om in mijn belevingswereld van barbecuen deel uit te gaan Smoky maken. Goodness. En ja, dan leg je toch wel wat in de weegschaal. Dus ik vond het al doodeng dat hij uitkwam. En dan denk ik, wat vinden al die barbecuers ervan? Want het zijn toch allemaal mannen met een uitgesproken mening. Dat is precies waar ik naartoe wilde. Want ja. Mannen, het zijn vooral mannen die barbecuen. Of is dit dan echt een boek voor mannen? Of mogen vrouwen er ook wat uit maken? Een boek voor mannen. En het is een boek voor vrouwen om aan mannen te geven. En dat gebeurt ook heel veel. Want ik zie het is vast een Sinterklaas-tip. Ja, nou goed, dat kan. Maar ik zie heel vaak van, kijk eens wat ik van mijn vrouw of van mijn partner heb gekregen. En het is een boek wat echt mensen inspireert om eens wat meer uit die barbecue te halen. Leuke anekdote. Ik werd opgebeld door twee vrouwen die ik niet kende. En dat zijn twee mannen. Die gingen voor een verjaardag een barbecue pit bouwen. Begon om 2 uur 's nachts met het garen van een heel varken. En die hadden gezegd van, ja, het zou toch super zijn als jij dan, als het varken aangesneden wordt, daar ineens in die tuin kon staan. En dat heb ik gedaan. En dan zie je dus inderdaad dat je wildvreemde mensen geïnspireerd hebt om echt met een project, met een hobby aan de slag te gaan. Ja, nou, ik zou echt nog super veel langer met je door willen praten. Alleen daar is geen tijd voor, want er staat nog iemand naast jou. Ja. Daar gaan we nu even naartoe. Hoi. Hi. Jij, Bas, bent de winnaar van de publieksprijs, heb ik begrepen. Ja, met jouw boek Zuur. Vertel eens, Zuur, waar gaat het precies om? Zuur gaat over de smaak, zuur en de bereidingen ermee. En dat is dus heel breed. Het gaat om smaakcombinaties als zout en zuur, zoet en zuur, pittig en zuur. Maar het gaat dus ook om de bereiding bijvoorbeeld van mascarpone, ricotta, lemon posset, ceviche maken, in marinades. Het is heel breed. Oké, ja, want ik heb begrepen, er ligt hier ergens een hapje. Loop maar even mee. Ja. Hier ligt iets uit jouw boek. En volgens mij mag ik dat even gaan proberen, heb ik begrepen. Het zijn zuurpittige radijsjes uit Sichuan, China, die je eerst kapot slaat met de vijzel. En vervolgens gaat er een dressing overheen van zwarte rijstazijn. Moet ik het gewoon gaan proeven? Ik ben heel benieuwd. Wacht, oké, daar gaan we. Oké, dit zou dus heel zuur moeten zijn. Dat klopt. Albert, wat ga jij vanavond eigenlijk eten?